Deze oven is gebouwd in 2010, naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de bakkerij. De oven wordt opgestookt met, in het plat gezegd, chance. Ja, die oven is in een ei-vorm gebouwd, waardoor er een betere trek is. Met z'n drieën doen we dat één keer in de 14 dagen. We bakken roggebrood, dat is echt klassieke hier van Zuid-Limburg, zeg maar. Zuurdesembrood. En tussendoor bakken we eens een vlaai. Iedere bakker heeft zijn eigen zuurdesemcultuur. Het deeg is een levend ding eigenlijk. Hè. Als het warm is, dan heeft het minder rijstijd nodig. Als dat het wat kouder is, dan is het allemaal nou. Ja, ik heb het recept van mijn vader. Die heeft het hoogstwaarschijnlijk weer van zijn vader gehad. En we zitten nu de vierde generatie hier in de bakkerij.